Kijk, die jongen, alles mooi. Ja! When I raise the boss, I make it with a her. Wow. Ik kan nu eindelijk met mijn gezicht dicht in het beeld, want ik heb dus gisteren mijn snor gedaan. 4,5W, rare naam. Ik denk van ja, je verkoopt Dior Foundation, maar je noemt je foundation 4,5W. Dit is de Fenty Contour Stick. Nou, even serieus, ben je video aan het opnemen? Doe niet zo irritant. Als je moeder zegt van, hey, kan je even die kip in stukjes snijden? Dan zeg je, geen probleem, maar ik heb geen mes nodig. Want ik heb mijn wenkbrauw, maar die is sharp as fuck. Ik merk aan mezelf dat ik vrienden nodig heb. Of een psychiater. Ik heb ook het gevoel dat ik mijn banana powder niet goed op mijn gezicht zet. Mijn ass is best wel rond. Ik verdien trofee. Ik kan hem zoeken naar de grond. Word ik dan jouw bee? Bedankt dat jullie kijken naar een nieuwe video. Is best wel rond. Hallo jongens en welkom bij een nieuwe nieuwe video. Ik ga vandaag make-up tutorial opnemen. Ik ga weer een nieuwe make-up tutorial opnemen, hoe heet dat? Ja, dit gaat een keer anders dan de andere make-up tutorials. Want ik heb voor het eerst in mijn leven expensive make-up gekocht. Ik heb voor het eerst geld uitgegeven voor make-up. Kijk, Dior alles, boy. Ja. Kost een Dior, Dior. I pull up all the stores. When I raise the bars. I make it with a her. Nou, ik denk dat we beter kunnen gaan beginnen. Hoe lang heb ik geen make-up tutorial gemaakt? Ja, al mijn make-up tutorials lijken allemaal op elkaar. Maar ja, ik zal proberen een beetje variatie erin te brengen. Dat het niet lijkt op alle andere 1000 make-up tutorials. Nou, we gaan eerst beginnen met de primer. Ik heb hier een primer van Sinos. Ooit gekregen met een samenwerking. Ik zou echt niet weten welke primer dagcreme goed is. Dus als jullie suggesties hebben, zet het in de comments. Vandaag is de eerste dag dat mijn lees een beetje goed zit, jongens. Meestal zit hier schots en skip. Zo. Heerlijk. Ik heb ook gisteren mijn wenkbrauw geëpileerd. Ze zit echt sharp as fuck. En ik ben echt blij mee. Oké, even zoeken waar we mee gaan beginnen. Oh. Oké, waar we mee gaan beginnen is de brow soap. Dit is mijn nieuwe product van mijn website. Ik verkoop vegan brow soap. Wow. Gaat weer helemaal fout, jongens. Nee, je krijgt er zo'n schattig borsteltje bij. Moet je eigenlijk eerst sprayen met water. Maar ik kon even geen waterspray vinden, dus doe ik het met haarlak. Nou, je schuift hem open. Dan heb je hier een soort zeep. Ga je met het borsteltje eroverheen. Dan kam je je haartjes naar boven. Ik kan nu eindelijk met mijn gezicht dicht in het beeld. Want ik heb dus gisteren mijn snor gedaan. Zo, pardon hoor. Jeetje. Oké, jongens, het moment is aangebroken. Ik ga mijn foundation in Dior gebruiken. Nou, even een kleine storytime. Ik heb dit dus in Italië gehaald. Maar de mensen zijn daar niet echt heel vriendelijk. En ja, ik was op zoek naar mijn eigen kleur. Maar ik heb dus echt een hele rare huidskleur. Want ik heb een rode ondertoon en ook een gelige gloed. Dus ik moet die sowieso met elkaar mixen. Dus ik zei van, hey mevrouw, kunt u mijn kleur vinden? En toen zei ze, ja, je moet het dan maar even zelf mixen. Nou, ik zag daar echt tienduizenden bakjes liggen. Dus ik heb echt letterlijk 5 bakjes gepakt. En alles lopen mixen. Alsof ik daar aan het werk was. En alle werknemers keken ook echt naar me zo van. Maar ja, ik wou gewoon een goede kleur vinden. Dus ik was alleen maar aan het mixen. Dus nu ben ik eigenlijk aan deze 2 gekomen. En uiteindelijk ben ik er dus achter gekomen dat deze eigenlijk alleen al goed genoeg is voor mijn huid. Maar ja, dus ik heb deze eigenlijk voor niks gekocht. Helaas, 40 euro weggegooid. Even kijken, dit is de kleur in 4,5W, rare naam. Ik denk van ja, je verkoopt Dior Foundation, maar je noemt je foundation 4,5W, nou rarer. Dit is Dior Backstage Face and Body Foundation. Body Foundation? Dus wanneer gebruik je foundation voor je lichaam? Shake Well, 50 ml, made in France. Ja, dat boeit echt helemaal niemand, maar oké. Ik begin dan altijd een beetje met, ja, gewoon een beetje smeren om mijn hoofd. Ja, hier een beetje, ja. En deze beauty sponge heb ik van mijn moeder gestolen. Thanks mom, als je kijkt. En dan gaan we eigenlijk gewoon blenderen. Wauw. Ik ben gewoon super blij dat ik eindelijk een keertje goede kwalitatieve make-up heb in mijn leven. Oh, fuck. Ik ben te dicht bij mijn lees gekomen en nu zie je echt die overgang.
Oké, en dit is dus ook echt zo geweldig. Dit is de Fenty Contour Stick. In de kleur Espresso Match Stick. En deze is 7,10 gram. En deze is ook made in Paris. Nou, wat we gaan doen met de contour stick. Eerst doe je zeg maar hier een beetje op je wang. Zo. En op je nozzel. Gaan dus proberen mijn neus iets kleiner te contouren. Maar ja, zoals jullie zien heb ik echt een kapot grote neus. Dus ik weet niet of dat gaat lukken. Ik weet ook helemaal niet of ik het goed doe, maar... En dit gaan we dan nu ook uitblenden met de Beauty Sponge. Echt irritant als je dit automatisch doet zo. En ook bij je ogen je zo doet. Nou, kijk, het ziet er... Nee, het ziet er nog steeds uit als een streep. Kijk, nu is het een beetje uitgeblendeerd. En dan krijg je zeg maar een beetje diepte in je gezicht. Zo, het duurt wel lang voordat het is uitgeblendeerd, zeg jeetje. Voordat ik uitgeblendeerd ben, dan heb ik mezelf al bewusteloos geslagen met die beauty sponge. Oh ja, mijn arm wordt gewoon moe, hè. Dus eigenlijk als je aan het opmaken bent, doe je eigenlijk al een workout. Dus je hoeft niet per se naar de gym te gaan. Oké, nice. Nou, zien jullie het verschil van net en nu? Nee, ik ook niet heel goed, maar ja, we zijn er bijna. Dan ben je nozzel. Very nice. I'm very, very happy with the result. Dan gaan we nu naar de concealer. Ik heb ook een concealer gehaald van Fenty Beauty. Oké, zoals ik zei. De concealer van Fenty Beauty. Let trouwens ook niet op mijn nagels. Ik heb ze er een paar dagen geleden afgetrokken. Dit is in de kleur. Dit is de Pro Filter Instant Retouch Concealer. 8 ml en 12 maanden houdbaar in de kleur 385. Ook al zo'n stomme naam. Saaie stomme naam. Altijd als ik bezig ben met mijn concealer, dan voel ik me altijd Picasso. Hele kunstwerk. Op mijn gezicht. Nou, dan hier. Mustache. En op je kin. Op je crimson chin. En op je voorhoofd. Ik kan even je geluid wat zachter doen. Dag! Nou, even serieus. Ben je video aan het opnemen? Doe niet zo irritant. Wat? Oh, je gooit die deur op dat dicht, hè? Kerel, doe eens niet zo koude irritante voor jou. Hou op, waarom doe je dat? Hou op, man. Nee, ik ga geen kutschip terwijl je aan het voetbal bent, kerel. Ja, ik wil gewoon. Oké, we gaan verder. Ik heb nu de concealer op mijn gezicht gedaan. En die ga ik nu ook uitdeppen. En niet wrijven. Ik weet niet, ik heb ooit in mijn leven andere tutorials gekeken van mensen die wel echt verstand hebben van wat te doen. En die zeggen altijd, ja, je moet deppen en niet wrijven. Alleen nog onder mijn oog uitblenden. Ja, ik weet niet wat er dan gebeurt. Zien jullie trouwens van mijn schilderijen achterin? Ik heb ze opgehangen, maar ze zitten echt schot en scheef. Zo. Over mijn oog. Zo. Dan hebben we de basis gehad. We gaan nu door naar even denken... De wenkbrauwen. Meestal gebruik ik de Precisely Brow Pencil van Benefit. Alleen is dat laatste puntje afgebroken helaas. Dus gebruik ik nu de Brow Styler. Voor de mensen die niet echt lijntjes tekenen, maar alleen in willen vullen. Dan is deze echt helemaal top. Dit is zeg maar dat je alleen je wenkbrauw zeg maar zo kleur kan geven. En aan de andere kant heb je dan zo'n penseeltje.
Nou, dan gaan we heel zorgvuldig die strepen onder elkaar zetten. Let's go. Dit is wel echt precisiewerk hoor, jongens. Dus let heel goed op. Oh, fuck! Ah, ik loop echt te schreeuw. Mijn buren denken echt dat ik hitsige dingen aan het doen ben. Ik schreeuw opeens kapot uit. Fuck! Ah, fuck! Oké, okay, en dan de bovenkant. Ja, mijn wenkbrauwen zijn echt zo prachtig touw gedaan. Hoe noem je dat? Geëpileerd? Nee. Nee. Nou ja. Ze zijn zo prachtig gedaan dat ik het alleen maar een klein randje moet geven. En een klein beetje moet invullen. En voor de rest zit ze echt al heel mooi in model. Heel mooi in model. Heel mooi in model. Omdat ik linkshandig ben is het zo moeilijk. Ook met schrijven. Ik zeg iedereen die linkshandig is begrijpt mij. Als je op school zeg maar met veel pen aan het schrijven bent. En je hele hand gaat tegenover. Gaat er overheen. Ik moet echt weer naar school man. Nou, mijn haartje staat er nog top in model door de brow gel. I'm very happy. Very, very, very happy. Dan gaan we naar de concealer die we net onder onze ogen hebben gepleurd. Die gaan we nu onder de wenkbrauwen doen. Hier moet je ook heel zorgvuldig op letten. Ik maak een lijntje eronder. Zodat je eyebrow heel sharp wordt. Zodat als je een mes pakt, dan zeg je van weet je wat? Ik ga deze aardappel niet snijden met een mes. Maar met mijn wenkbrauw. Want zo sharp is die nu, snap je dat? Als je moeder zegt van hey, kan je even die kip in stukjes snijden? Dan zeg je geen probleem, maar ik heb geen mes nodig. Want ik heb mijn wenkbrauw. Want die is sharp as fuck. Dat is het goal, zeg maar. Dat die zo sharp is, dat je alle messen uit je la kan weggooien. Zie je, ik had gelijk, hè? Kijk hoe sharp. Kijk hoe sharp. Wauw. Kijk hoe sharp. Kijk hoe sharp. Ik merk aan mezelf dat ik vrienden nodig heb. Of een psychiater. Sinds ik make-up tutorials maak op YouTube, zeggen mensen altijd tegen me. Waarom gebruik je geen oogschaduw? En oogschaduw. En ik heb vandaag toevallig mijn Noosh Beauty pakketje binnengekregen. Echt een hele dikke shout naar Anna Noosh. En het ziet er echt super mooi uit. Ja, ik heb hem al opengemaakt. Hier zie je een paar mooie foto's van een paar vrouwen die op elkaar liggen. En van de zon genieten. Dan gaan we hem openmaken. Dan hebben we hier een eyeshadow palette. Ik ga jullie laten zien. Oeh. Wauw. Wat een mooie kleur zeg. Alleen ze hebben geen naam. Dus dan zal ik jullie wel aanwijzen welke kleur ik gebruik. Wat zit er nog meer in? Dit is... Oh, setting spray. Yes, want mijn was op. Dus dat is goed dat ik dan nu weer nieuw heb. En brushes voor de oogschaduw. Dus die gaan we dan nu maar eens een keer in mijn leven gebruiken. Alleen ik weet niet welke voor welke dient. In de millimeter. Ja, deze. Deze ziet er wel goed uit. Oké, okay, ik ben geen pro met oogschaduw zetten. Maar we gaan het gewoon. Ja, we gaan het gewoon proberen. Want van proberen kan je leren. Dat zegt mijn zusje altijd. Love her. Ze is 5 jaar. Of 6. Nee, ze is 6. En soms zegt van die wijze dingen. Dat ik denk van hoe kom je hierop? Oké, okay, we gaan beginnen met deze bruine kleur. Ja, die verspreid ik gewoon zo over mijn oog. Wauw. Zo. Ik hou niet heel erg van hele heftige oogschaduw, dus dat ga ik vandaag ook niet doen. Dan gaan we door naar, even deze schoonmaken, naar deze kleur. Die vind ik ook wel mooi. Een beetje lichtbruin. Oké, okay, wauw. Dit is echt heel mooi. Echt hele mooie kleuren. En ik denk dat ik het ook hierbij ga laten voor de oogschaduw. Want ja, ik vind dit gewoon echt heel prachtig. Ja, dit vind ik echt heel mooi. Nou, dankjewel Anna Nushin voor het opsturen van deze prachtige palet. En daar komt Daf binnen. Oh nee. Ja, dus er staan geen namen op. Ik weet ook niet. Dit is... De Golden Hour pakket. Ja, ik wist dat je zou komen. Wat is er?
Moet je kleding? Ik ga voor je halen. Ga je kleren voor me halen? Ja, wat moet je? Ik stuur al wat. Oké, is goed, ik ga mee, ja? Nee, je blijft hier. Nee, ik ga mee. Nee, want anders ga ik mijn papierpas leeg trekken. Doei. Dan gaan we naar de eyeliner glue. Dit is voor de mensen die niet weten, ik verkoop dingen online. Dit is dus een eyeliner glue. Heel veel mensen hebben dus moeite met het opplakken van wimpers. Dus dacht ik van, wat is een goede oplossing daarvoor? Ik dacht, oké, mensen dragen eyeliner, maar kunnen geen wimpers plakken. Dus ik dacht, eyeliner glue. Amazing! Ik ga jullie laten zien hoe het werkt. Nou, je zet een lijntje eyeliner. Kill Dave, ik ben een video aan het opnemen. Oké, ik heb de eyeliner opgedaan. Dan wacht je even een 5 seconden ongeveer tot het een beetje is opgedroogd. Ik zet de wimpers eigenlijk gewoon altijd gewoon met mijn hand erop. Maar voor de demonstratie gebruik ik nu even de tweezer. Die verkoop ik ook. De link staat in de bio voor alle producten, by the way. Dus ik zou zeggen, check de website. Nou kijk, het gaat dus heel makkelijk. Het is, deze eyeliner glue is trouwens voor alle lash types. Dus niet per se alleen mijn lashes. Als je lash wil kopen bij de Primark, bij de Action. Je kan het gewoon overal gebruiken. Maar voor de mooiste, beste lashes moet je natuurlijk bij mij zijn. Ik ga nu de lashes dragen in Sidechick. Kijk, je drukt het eigenlijk gewoon erop. En dan zit hij al. Wow, magic. Nou, dat is het eigenlijk. Dan ben je ready. Nou, misschien was de vorige iets te snel gegaan. Dus ik zal het nog een keer laten zien. Ik heb net de eyeliner glue op mijn andere oog gedaan. De lash. Die droppen er zo op. Bam. Zo bam. En ze zitten erop. Nou, nu gaan we de banana powder zetten. Waar is die? Nou jongens, ik heb hem gevonden. Dit is de banana powder die ik ooit van mijn moeder heb gestolen. Mam, sorry als je kijkt. Again, ik heb hem van je gestolen. Oh ja, omdat ik hem dus van mijn moeder heb gepakt, weet ik niet waar ze hem vandaan heeft. Maar ik gebruikte eerst altijd zo'n gelige banana powder. Maar daardoor werd mijn gezicht, ja, heel logisch natuurlijk, maar mijn gezicht werd heel geel. Dus heb ik besloten om deze van mijn moeder te pakken. Deze is eigenlijk echt perfect. Hij is niet wit, hij is niet bruinig, hij is heel lichtbruin. Ik heb ook het gevoel dat ik mijn banana powder niet goed op mijn gezicht zet. Ik lijk op een monster. Nu ga ik mijn Fenty Beauty in de Pro Filter Nutmeg Setting Powder gebruiken. Ik zie eigenlijk niet echt verschil van de goede en slechte setting powder. Maar omdat het Fenty is, dacht ik van ja, deze is sowieso goed. Ik ben echt makkelijk over te halen. De winkel zag ik, ja, welke is goed? Ja, deze en deze. Oké, nou prima. Gooi er maar in. Make-up is trouwens echt kapot duur, hè? Besef voor al deze dingen, dus die Dior Foundation, Fenty Concealer, deze Pro dinges, was ik gewoon €200 kwijt voor 5 dingetjes, hè? Absurd. Kijk dit. Waarom doen we dit, jongens? Gaan we nu even de setting... Ja? Mag ik mijn andere broek? Die ligt daar, hè? Zo. Gaan we nu de setting spray gebruiken. Van Noes. Ik hoop dat die lekker ruikt. Zie je die water? Hij raakt kapot lekker. Wow, het ruikt naar parfum. Wow, joh. Dit is de lekkerste setting spray die ik ooit heb geroken. Echt niet normaal. Het is wel gelijk nat. Maar dat is ook de bedoeling, denk ik, van setting spray. Hé, mijn make-up zit kapot mooi. Oké, wat moeten we nu nog doen? Even kijken. Onder mijn oog is het nog een beetje kaalachtig. Dus daar gaan we nog een beetje oogschaduw zetten. Er zit hier zo'n kleine schattige brush bij. Dus ik denk dat die wel goed erbij past. Dan gaan we denk ik die donkere kleur gebruiken. Die we als eerste hadden gezet. Oh ja, die werkt wel goed hoor. Dat borsteltje. Zien jullie verschil van dit oog en dat oog? Ik niet namelijk. Of jawel, niks. Zo.
En dan, oh ja, deze mascara die kreeg ik gratis bij mijn aankoop van Fenty. Maar ik vind hem niet goed. Wauw. Dan gaan we nu naar Masuda Milano. Ja, hij is een beetje vies. Veel make-up op gekomen. Masuda Milano. Daar heb ik ooit de highlighter van gekregen. Wou ik niet vaak highlighter. Maar voor nu, voor de video dan maar wel. Ik weet niet, altijd als ik highlighter, dan lijkt het altijd op een poepveeg. Zo'n vieze veeg. En als laatste ga ik mijn lippen zetten in de kleur Syntax. Deze is echt bomp. Met flares. Zoals je in de club bent of zo. En iemand filmt je lip. Ik denk niet dat dat ooit iemand gebeurt. Dan is deze echt bomba. Nou jongens, dit is het eindresultaat. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Doe natuurlijk een duimpje omhoog. Als je dat nog niet hebt gedaan. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Want ik maak gewoon super leuke dingen. Dus ja, als je dat nog niet hebt gedaan. Fuck you. Doei iedereen!